Welkom luisteraars bij de allereerste aflevering van Museum van de Verwondering. Ik ben Diede Vonk, theatermaker en podcastmaker. En ik ben Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en episch fan van het Teylers Museum. Ja. Episch fan? Episch fan, jawel. Kijk, nou, ik ben nog niet een groot fan, want ik ken het gewoon nog niet goed genoeg. Snap dus ik ben heel benieuwd wat jij daar allemaal over te vertellen hebt. Nou, laat ik zeggen, welkom in het Museum van de Verwondering dan. Ja, dankjewel. In deze eerste aflevering zijn we in de ovale zaal. De zaal waar het allemaal mee begon. We bespreken wat ze hier vroeger allemaal deden en hoe dit museum is ontstaan. Na Pieter Teylers overlijden werd deze ovale zaal in zijn achtertuin gebouwd. Vanaf het begin al kwamen hier wetenschap en kunst samen. En langzaam werd het zo'n succes dat deze plek te klein werd. Na 50 jaar kwamen er uitbreidingen in de vorm van een waanzinnige bibliotheek en een prachtige eerste schilderijenzaal. En na 100 jaar was het weer tijd voor vernieuwing. Er kwam een nieuwe entree aan het Spaarne. Ook werden er twee fossiele zalen, de instrumentenzaal en de tweede schilderijenzaal bijgebouwd. En na weer 100 jaar in 1996, dus nog niet zo heel lang geleden, werd er een nieuwe vleugel geopend met onder andere ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Al deze zalen en hun bijzondere verhalen zullen langskomen in deze podcast. Maar we beginnen bij het begin. Hoe is dit museum ontstaan? Wie is Pieter Teyler? En ook hebben we het natuurlijk over verwondering en waarom dat de basis is voor alles wat hier ligt. En hoe we ons vandaag de dag net zo kunnen blijven verwonderen als toen. Deze eerste aflevering over de ovale zaal gaat dus vooral over het ontstaan. En in de volgende aflevering over de ovale zaal zullen we kijken naar de specifieke wetenschappelijke ontdekkingen die hier werden gedaan en welke instrumenten hier de levens van mensen drastisch veranderden. Dit is natuurlijk een podcast, dus je kunt niet alle objecten en zalen zien die Diederik en ik wel zien. Maar het mooie is dat het vooral gaat om de verhalen die erbij horen. En daar hoef je alleen maar naar te luisteren. We hebben ook nog een speciale gast in deze aflevering, namelijk Wim. Wim is gastheer en werkt al bijna 40 jaar in Teylers Museum. In de volgende afleveringen komen ook de conservators langs van het museum, die echt alle details en interessante achtergrondverhalen weten over dit museum en de collecties. Zoals Trienke, hoofdconservator wetenschap, en Terry, hoofdconservator kunst. Dus om bij het begin te beginnen, Diederik. Waarom heet dit museum het Museum van de Verwondering? Nou, het is een eerbetoon aan de verwondering, dat Teylers Museum. Van de onderzoekers bijvoorbeeld, Nobelprijswinnaar Lawrence was hier aan het werk in zijn laboratorium. Maar ook van de kunstenaars die een eigen vorm aan de wereld geven. Maar ook dat van de bezoekers die hier komen. Bijvoorbeeld Napoleon, die verbaasde zich over de elektriseermachine. En Einstein liep rond in de bibliotheek. En Verdi, die bladerde gewoon door de eerste encyclopedie heen. En tegelijkertijd herinnert Teylers Museum ons aan wie we nog steeds zijn. De zoektocht toen is ook nog steeds de zoektocht van vandaag. Antwoorden op dezelfde soort vragen. Bijvoorbeeld, hoe weet je of informatie die je krijgt wel klopt? En wat is kunst? Wat is wetenschap? En de zoektocht naar geluk. En waarom is verwondering zo belangrijk? Ja, is het überhaupt belangrijk om je te verwonderen? En wat is verwondering? Ik denk dat waarom dit het Museum van Verwondering heet, is omdat eigenlijk in het museum vind je alles waar je je over kunt verwonderen. Dus alle mooie dingen die ervoor zorgen dat de mens de werkelijkheid beter begrijpt. En dat kan met kunst zijn. Dus een schilder die met een bepaalde pennenstreek een emotie probeert vast te leggen. Of net ervoor kan zorgen dat een landschap heel erg wijds wordt en gaat ademen. Of een wetenschapper die met een prachtig mooi stukje fijn mechaniek, wat je hier allemaal ziet liggen, ineens doorheeft hoe het kan dat het ene materiaal kan branden. Dus hout bijvoorbeeld, maar metaal niet. En daar iedereen en alles hier is eigenlijk bezig om te begrijpen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat was een beetje in een tijd van de verlichting, wordt dat genoemd. De tijd waarin mensen voor het eerst wat meer eten in hun buik misschien hadden. Er kwamen ook wat aardappels uit Amerika, zeg maar. Het ging allemaal net wat beter. En op het moment dat je niet meer continu sterft van honger, dan kan je voor het eerst eens gaan nadenken over, oké, maar moet alles zijn zoals het is? Dus hoe gaat de hogere klasse met de lagere klasse om? Dat is heel erg met de Franse Revolutie aan de gang. De manieren waarop we meten, de kilo's, de meters, de secondes. Vlak daarvoor waren dat meer de voet van een willekeurige koning, was de lengtemaat. Op allerlei dingen nadenken eigenlijk van oké, zit de wereld nu in elkaar zoals wij willen dat die in elkaar zit? En ik denk dat die verwondering
nu net zo belangrijk is vandaag de dag als toen. Ja, dus het museum is vernoemd naar Pieter Tyler van der Hulst. En dat was dus echt een 18e eeuwse zijdefabrikant. En die is enorm vermogend geworden als bankier. Zijn naam Tyler, ik bedoel, hij was dus in de zijdeindustrie. Het komt misschien van tailor af, het Engelse woord voor kleermaker. Want zijn stamvader, die was vanwege allerlei religieus gedoe vanuit Schotland naar Haarlem uitgeweken. En hij is zo'n verlichtingsman. En hij was geïnteresseerd in alles met kunst en wetenschap en was ook een filantroop. Hij ontfermde zich over allerlei arme mensen in Haarlem en wilde eigenlijk dat iedereen zou kunnen genieten en leren van kunst en van wetenschap. Want die Pieter Tyler, een zijdefabrikant, een hele rijke man denk ik ook. Zeker, hij is bankier geworden en daar heeft hij heel erg lekker aan verdiend, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment was hij overleden en had een legaat van 2 miljoen gulden achtergelaten. Nou, omgerekend naar nu is dat 80 miljoen europunten. Dus die heeft het wat dat betreft heel erg goed gedaan. En hij wilde dus dat er een plek zou zijn waar mensen samen kunnen komen om kennis op te doen. En kunst en wetenschap zou bevorderd moeten worden. En heeft ook nog wilde ook nog dat er een hofje gemaakt werd in Haarlem waar ouderen dan prettig konden verblijven. Oh, dat deed hij ook nog. Heeft hij ook nog gedaan. Het was een hele filantropische meneer. En zo'n 5 vrienden van hem die hebben dus besloten uiteindelijk dat er een museum moest worden opgericht. Nou, een jaar na zijn dood in 1779 werd dan dus eindelijk besloten om dat te bouwen. En in zijn tuin werd toen de ovale zaal gebouwd waar wij nu met z'n tweeën staan. Oh, grote tuin had hij ook wel. Een stevige tuin, absoluut. En eigenlijk is dus het museum bizar uniek, omdat het dus niet een omgebouwd paleis is of wat dan ook. Maar het is echt dus bedoeld om mensen van kennis te voorzien. Daarvoor is het gebouwd. En die deuren die zijn geopend in 1784. En sindsdien is eigenlijk de collectie en die deuren die ik net noemde zijn eigenlijk pretty much ongewijzigd gebleven. En ja, dat is dus gewoon heel bijzonder. Mm-hmm. Dat is bijna nergens ter wereld überhaupt. Dat je gewoon alles nog bij elkaar hebt. Dat je gewoon in Barabbas zijn teletijdsmachine staat. Ja, zo voelt het ook echt. Maar het is ook door oorlogen heen heeft het allemaal overeind kunnen blijven staan. Ja, ik bedoel 1784, dat is pretty much smack dem Franse revolutie, weet je wel. Dat is Amerika was echt ongeveer aan het starten. En in al die tijd is het dus ongewijzigd gebleven. Ik ben, om eerlijk te zijn, ook een beetje overweldigd, want het is... Nou, het is best wel een hele mooie zaal. Ik voel me een beetje alsof ik in een film sta. Of, ja, het is een soort kostuumdrama hier. Ja, met die mooie jurken en dat iedereen hier dan zo langs die balkonnetjes stond. Ik zie dat wel voor me. Wat je hier ruikt, wat hier gebeurt, dat heeft mijn bed overgrootvader moet dat ook hebben gezien. Hier heeft de tijd gewoon eventjes 2 eeuwen ruim stilgestaan. Ja. Ja, dat is wel te gek om te bedenken dat zij hier dan ook misschien stonden bij deze apparaten. Want we worden ook omringd door allerlei kasten met een soort, hoe zal ik het noemen, apparaten? Ja, dit zijn onderzoeksinstrumenten die de mensen gebruikt hebben in die tijd. Om eigenlijk alles wat we nu voor lief nemen, wat we heel erg logisch vinden, om dat toen uit te zoeken. Ja, de ovale zaal is een hele bijzondere zaal. Het is ongeveer 20 meter lang, de ovaal. En ongeveer 10 meter breed, denk ik. En 15 meter hoog. En het is aan de bovenkant een soort prachtige, witte, langgerekte koepel. Met heel veel kleine raampjes die ervoor zorgen dat je eigenlijk geen elektrisch licht nodig hebt om hier alles goed te kunnen zien. En overal zijn de mooiste details in het witte pleisterwerk gemaakt. En onder die witte koepel zie je allerlei groene, gekke gordijntjes. En daarachter zitten de belangrijkste boeken uit die tijd en encyclopedieën. Dat is ook echt de
tijd van de eerste encyclopedie van Diderot en zo. En die mensen die dachten, we moeten eigenlijk alle kennis in de wereld moeten we gaan zien te verzamelen. En dat soort wetenschappelijke bijbels eigenlijk, waar dus alles beschreven staat van wat we op dat moment wisten, dat vind je dus achter die groene gordijntje. En ja, dan zie je daar omheen in het midden natuurlijk die prachtige goudkleurige balustrade met daaronder ja, allemaal hout bewerkt soort, ja, wat zijn het, wijnbladeren? Ja, een soort druivenbessen. Druiven, precies. En het is heel, heel mooi, alles in mooi blank hout afgewerkt. En dat was ook de architect Leendert Viervant, die zei, van binnen getimmerd van alderbest wit eikenhout dat zonder schilderen moet blijven. In deze staat is het ook in 2009 hersteld, er moest niet overheen geschilderd worden. Ik zou daar ook nu niet aan moeten denken. En overal waar je kijkt, zie je prachtige kleine details en dan die vitrinekasten. Maar in elke vitrinekast zaten de mooiste fossielen, mineralen, instrumenten die die 18e eeuwse wetenschappers gebruikten om de wereld te doorgronden. En in het midden heb je dan de belangrijkste langgerekte vitrinekasten met daarbovenop alle planeten van het zonnestelsel die toen bekend waren. Oh. Dus daar zie je de zon staan, dat piefje daarboven, daar aan het einde. Een beetje een raar driehoekje. Ja, dat is een beetje als ik een raar zeggen. Nee, dat mag je zeker zeggen, absoluut. Dat moet de zon voorstellen. Kijk, als je de zon op schaal zou doen, als je ongeveer 99,9% van al het gewicht in het zonnestelsel zit in de zon. De zon is zo ongelooflijk veel groter dan al het andere. Wow. Dat je dat nooit op schaal daar neer zou kunnen zetten. En dan zie je daar Mercurius, Venus en de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En dit zijn de planeten, of dat toen het open ging, toen was Uranus net ontdekt, 3 jaar daarvoor. Neptunus nog niet, dus die is er later bijgezet. En zo samen is dit dus een samenraapsel eigenlijk van hoe men op dat moment bezig was om de aarde, de natuur, de wetenschap, alles te doorgronden en te demonstreren. Want als ik eigenlijk denk aan wetenschap, denk ik aan een beetje kille, witte laboratoria. Dit is juist heel erg show bijna. Klopt, ja, heb je volledig gelijk in. Kijk, als je nu een laboratorium hebt, is het super belangrijk om dat zo schoon en klinisch mogelijk te hebben. Waarom? Stel je nou voor dat je een experiment doet en je merkt ineens dat er iets gebeurt, dat er iets anders is. Dan wil je dat echt komt omdat jij bijvoorbeeld ergens iets bij hebt gedaan. Dat je een stofje ergens bij hebt gegoten bijvoorbeeld. Maar je wilt niet dat toevallig komt omdat er nog wat troep op je laboratoriumbank lag. Nee. Maar dit is anders. Dit is een plek wat zowel gebruikt werd om te experimenteren, dus om nieuwe wetenschap, nieuwe ontdekkingen te doen. Dat werd ook echt hier gedaan. Maar tegelijkertijd was het ook een plek waar mensen gewoon vanuit Haarlem, gewoon mannen en vrouwen van de straat, als ze er geïnteresseerd in waren, konden kijken wat de wetenschap nu toch allemaal weer ontdekt had. En daar deelgenoot van te worden. Wie er ook heel veel weten van dit museum zijn natuurlijk de mensen die hier al heel lang werken. Ik sta nu naast eentje daarvan en dat is Wim. Wim, hallo. Hallo Diede. Leuk je te ontmoeten. Leuk jou te ontmoeten. Hoe lang werk je hier al? Ik ben in oktober 1982 ben ik hier begonnen. Wow, dus dat, als ik even zo uitreken, bijna 40 jaar. Bijna 40 jaar. En misschien moeten we jou ook even introduceren, want hoe noem je jou? Beveiliger, gastheer? ik noem mezelf gastheer. Gastheer. Officieel ben ik beveiliger. Maar toch liever gastheer. Ja, maar ik ben eigenlijk gastheer. Vind ik prettiger klinken. Ja, gezelliger dus, ook. Ja, heel veel mensen hebben toch een beeld van een beveiliger van armen over elkaar en heel streng kijken en zo. Ja. En we moeten ook wel streng zijn, soms. Zeker. En gelukkig hebben we niet heel veel mensen die nare dingen doen, waardoor we echt zijn er hier wel eens dingen voorgevallen dat je echt hard moest ingrijpen? Niet hard ingrijpen. We hebben 1 keer met z'n 3 in totaal iemand die behoorlijk aan de drank was geweest naar de uitgang begeleid. In de ingang was hij, bij de entree was hij nog redelijk, niet nuchter, maar nog normaal. Maar hij begon wel steeds wat lawaaiiger te worden. Ja. En toen hebben we hem dus een beetje voorzichtig maar
Van, ja, met een pratend en zo naar de uitgang. We gaan even gezellig die kant op. Precies. Ja, want dat lijkt me best wel spannend hier met al die super waardevolle dingen. Ja, maar ik ga er zelf een beetje van uit. Althans, dat is ook mijn ervaring. Dat het meeste wat hier gebeurt is eerder per ongeluk dan met opzet. Maar 40 jaar, Wim. Ja. Dat is gewoon een hele lange tijd. Wat is er aan het Teylers Museum dat zo blijft boeien? De diversiteit van de collecties is waanzinnig. En de Had je altijd al een liefde voor kunst, wetenschap? Nee, eigenlijk niet. Nee? En toen ik kwam solliciteren, dat zal in de laatste week van september zijn geweest, 82... kwam ik dus bij de hoofdingang binnen aan het Spaarne. Toen moest ik toen nog aanbellen. En ik werd doorverwezen naar de ovale zaal. Dat is de zaal waar we nu staan. En daar zou ik worden opgehaald door de heer Van Bos en Buisman. En nou, hij ging allerlei vragen stellen en zo. En of ik van kunst hield. Ik denk, laat ik maar ja zeggen. Want anders hoef ik niet meer terug te komen. Dus nou ja, en ik mocht de week erop beginnen. Ja. En het was hier toen vrij rustig. Wat deed jij dan de hele dag? We mochten niet zitten. Okay. Alleen de conciërge, de heer Teil, die zat bij de ingang. En die liet ook de mensen binnen? Die liet mensen binnen, die verkocht kaartjes. En ik moest eigenlijk de rest van het museum in de gaten houden. In je eentje, in dat je is best eentje. Wel een flinke taak. En bijna geen bezoekers. En toen, ik ben gedichten gaan schrijven. Wat goed, deed je dat sowieso of was het gewoon... Nee, niet je echt, hier... maar er waren hier allerlei dingen die mij inspireerden en zo. En... Heb je er eentje? Ik ben nee, heel benieuwd. Toevallig niet, of met opzet niet. Dus dat... En waar schreef je dan over? Over de collectie, over mijn gedachten erover, over mijn gevoel erover. Dus ja, dat kon eigenlijk van alles zijn. Het verleden hangt hier natuurlijk echt als zo'n dikke laag stof, bij wijze van spreken, over de hele zaal. Ik bedoel, er ligt geen stof, maar bij wijze van spreken. Leerde je dan ook heel veel over al die dingen die hier ik probeerde staan? Te leren wat het leren viel, maar bedoel, we hadden, moet ik even denken, volgens mij hadden we twee boekjes in die tijd. Een boekje over fossielen en een boekje over mineralen. Nee, en we hadden nog een boekje over de, we hadden vijf boekjes. Waar alle instrumenten die Martinus van Marum had gekocht in stonden. Vijf dunne boekjes. Nou ja, dat is eigenlijk een catalogus. Dus het leest niet echt heel lekker. Maar ik bedoel, ja, je ziet wat en je zoekt het op. En nou, oh, dat is leuk. Dat onthouden we. En dan onthoud ik ook niet alles van. Want er zijn ook dingen die ik denk van, ja, dat is niet helemaal mijn ding. En wat was wel jouw ding uit die... Ja, er staat in de ovale zaal staat een dubbele luchtpomp. Daar kon je twee dingen mee doen. Er zit een cilinder op, een glazen cilinder. Ja, want ik zie ook een soort van stuur wat lijkt op een schippersstuur. Ja, nou, die kon je ronddraaien en dan kon je wat die glazen pot kon je vacuüm trekken. Mm-hmm. Dus lucht eruit trekken. Ja. En je kon de lucht inpompen, waardoor wat er eens zat onder druk kwam te staan. Ja. En het leuke vind ik dat Martinus van Marum was op een gegeven moment bezig met een proef. Ja. En heel veel dingen deed hij niet met opzet, maar hij schreef het wel allemaal op. En in dit geval had hij ammoniakgas erin gestopt. Ja. Dat doen we nou volgens mij niet meer zomaar, maar goed, dat doen we nog wel. En dan ging dat onder druk brengen. Ja. En toen zag je dat de condens ontstond aan de binnenkant van het glas. Schreef hij op. En als ik het goed heb, is hij daarmee de eerste die een gas vloeibaar maakte. Oh, wow. En dat ding staat dus daar. Ja. En dan is het ook wel weer leuk. Kijk, dit ding, het ziet er ook nog mooi uit. Ja. Dat mocht toch in die tijd, in de tijd van Marum. Ja, dat vind ik wel leuk. Hier inderdaad ook die elektriseermachine. Daar zitten ook allemaal mooie soort van bloemachtige dingen. Het moest allemaal mooi zijn. Als het in eind 19e eeuw gemaakt was, was het gewoon allemaal recht toe recht aan geweest. Ja, dus echt ook weer die en samenkomst. Dat maakt ook deze zaal eigenlijk zo bijzonder. Dit is een zaal, dat je misschien al gehoord van iemand anders, in een neoclassicistische bouwstijl. En alles moest symmetrisch zijn in deze zaal. Oh. Dat is ook de reden dat je daar, die deur, daar zit verder niks achter. Ja? Want als je straks als je naar die trap zou lopen, dan kijk je erachter. Oh, daar zit helemaal niks. En er zit gewoon een muur, dus. Maar er zit gewoon een deur, omdat aan de overkant deur, ook... Omdat daar ook een deur zit. Dat geldt ook voor die boekenkast daarboven. Daar zit niks in. De rest naast de trap. Daar zit ook niks in. En waarom moest dat... Moest symmetrisch, ja, dat was de idee van het neoclassicisme. Dat was voor nu de eerste kennismaking met Wim. We zullen hem vast nog terug horen in een volgende aflevering, want hij heeft nog heel veel meer te vertellen. Maar nu, wat gebeurde er nou allemaal precies in de ovale zaal? Dus het was ook niet voorbehouden, want dat zie ik altijd een beetje voor me in die tijd, dat er dan een groepje mannen, de geleerde mannen dan samen in een kamer gingen zitten en het daar eens even over gingen hebben. Maar er mochten ook vrouwen en gewone burgers bij. Zeker, nou ja, niet altijd op elk moment. Dus er waren dan bepaalde momenten waarop dat dan kon of niet. Het bijzondere was wel dat je dus ook allerlei gastenboeken hier hebt liggen die bewaard zijn gebleven.
Je kunt Napoleon is hier geweest en ook allerlei grote wetenschappers van vroeger, maar ook gewoon de gemiddelde Haarlemmer die kon binnenkomen en deelgenoot worden van wat ze hier probeerden uit te zoeken. Het hele Teylers Museum is gekomen door een enorme erfenis die hij nagelaten heeft. Dus dat was echt bedoeld om uiteindelijk aan volksverheffing te doen. Dat iedereen zijn eigen geluk kan nastreven. En ja, dat zullen sommige mensen gedaan hebben vanuit een religieuze overweging of gewoon misschien ja, ik vind wetenschap super vet en kunst super vet. En ik wil anderen er ook van laten genieten. Ja. Dat is in mijn geval bijvoorbeeld. Ja, volksverheffing. Ik weet niet, het klinkt wel gelijk heftig, opdringerig. Zeker. Het is ook natuurlijk verschrikkelijk elitair. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een hoop mensen zeker vandaag de dag denken van laat me met rust. Ik maak zelf wel uit of ik verheven word of niet. Maar in basis was het wel heel erg het idee dat als mensen gewoon wat meer begrijpen wat er gebeurt. Dan kan je een betere burger worden en wordt uiteindelijk de hele samenleving wordt daarvan beter. En ik denk zeker vandaag de dag met social media en dat Facebook hele democratieën laat vallen, deepfake video's, grote problemen als klimaatverandering, al dat soort dingen, dat precies het nadenken over van goh, hoe willen we omgaan met nieuwe media, werkelijkheid en dat soort dingen, dat was natuurlijk in de 18e eeuw ook zo. Waren ze ook bezig met al dat soort vragen. Was natuurlijk niet met Facebook, maar meer met de krant. Op het moment dat je doorhebt wat waar is en niet waar is, denk ik dat dat uiteindelijk voor iedereen in de maatschappij beter is. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen het leuk moeten vinden om dingen beter te snappen. En het dus met elkaar ervoor moeten zorgen dat we met z'n allen ook weer meer gaan snappen. Ja. En dat is een beetje dat verlichtingsideaal wat in ieder geval Pieter Teyler heel erg had. Ja, en jij dus ook, Diederik Jekyll. Ik ook. Ik heb alleen minder geld dan Pieter Teyler. Dus ik moet het met een podcast doen. Maar hij heeft er wel iets heel erg nuttigs mee gedaan. En podcasts zijn ook te gek. Podcasts zijn over de hele wereld worden geluisterd. Absoluut. Absoluut. Ik snap dan nog steeds niet helemaal wat nou die link is tussen die wetenschap en bijvoorbeeld die schilderkunst. Waarom was dat allemaal samengevoegd? Ja, Ik heb er ook wel over nagedacht. Ik weet het niet helemaal. Want ik ben natuurlijk geen geschiedkundige dat ik precies weet hoe zij allemaal in de wedstrijd stonden. Alleen wat ik me wel kan voorstellen is als je nu kijkt naar ons ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Oh ja. Daar zitten die dingen eigenlijk ook een beetje bij elkaar. Er zit van oudsher ook een beetje dat verlichtingsideaal in. En kan je ook zeggen van ja, wat heeft een theater of televisie nou in vredesnaam te maken met een natuurkundig onderzoek of zo? En dat valt allebei dus onder datzelfde ministerie van OC en W. Maar wat ik denk is dat die dingen bij elkaar horen omdat ze een soort intrinsieke waarde hebben los van hoeveel geld ze opleveren. Dus ja, je kunt zeggen van een wetenschappelijke uitvinding dat het misschien op een gegeven moment een nieuwe iPhone oplevert en uiteindelijk levert dat geld op. Maar kennis en cultuur, dat is een manier om naar waarachtigheid, om naar werkelijkheid te komen, om het leven te doorgronden, om te snappen wat er gebeurt. En dat heeft een waarde anders dan dat het gewoon direct europunten oplevert. Al dat soort dingen heeft uiteindelijk alles opgeleverd wat we vandaag de dag hebben. En dat zit hem dus in die zoektocht naar kennis. En dat kan je zowel via kunst doen, ja. Daar kan je achter werkelijkheden komen. En dat kan ook via de wetenschap. En ik denk vandaar dat het een beetje wat meer organisch bij elkaar zat. Alleen vandaag de dag hebben die dingen allemaal een beetje uit elkaar getrokken. Ja, zonde eigenlijk. Want als je het zo beschrijft, denk ik ja. Dat is ook hoe ik theater soms kan zien als het delen van kennis en het nieuwe dingen leren, ervaringen opdoen en ja ook weer mensen anders naar dingen laten kijken. Maar dat heeft ja, wetenschap dus ook heel erg in zich. Absoluut, ja, de regeltjes zijn alleen een beetje anders. Maar ja. je bent wel uiteindelijk op zoek naar dat je dingen probeert te doorgronden en probeert te begrijpen. En dat kan dus met kunst en met wetenschap. Het is alleen wel dat we natuurlijk net een andere focus hebben. Dus ik mag bij wetenschap, als ik het over een paars kristal onderzoek naar doe, dan mag ik zeggen het is een paars kristal. Maar dan wil ik uitzoeken van waarom is het paars?
En ik mag niet zeggen dat het een mooi kristal is, bijvoorbeeld in de beta-wereld. Verwonderen klinkt voor mij ook best wel passief. Alsof ik in mijn eentje zo naar de lucht ga kijken en me een beetje ga zitten verwonderen. Ja, is het passief? Dat is een goede vraag. Ik denk dat je, als je niet zo heel veel verwondert, als je er niet heel erg veel mee bezig bent, dan is het wel goed om dat in jezelf op te zoeken. Hoe werkt nou iets? En waarom is iets op een bepaalde manier? We zijn nogal geneigd om dingen gewoon maar te accepteren. Van ja, het leven is nou gewoon nou eenmaal zoals het is. Maar het wordt juist interessant als je je eens gewoon afvraagt van oké, maar waarom is de lucht blauw? En waarom is de regenboogkleurig? Waarom is die er ineens? Ja. En dan is het niet alleen ongelooflijk mooi om de regenboog te zien. Ik denk dat iedereen daar wel van kan genieten. Maar als je ook begrijpt wat het verhaal daarachter is. Hoe er allerlei lichtdeeltjes gemaakt zijn in de zon. Die honderden, duizenden jaren bezig waren om te ploeteren. Om de uitgang te bereiken. Om van het kern van de zon waar ze gemaakt zijn. Botsend en klotsend naar de buitenkant te komen. Daar zijn ze echt tienduizenden jaren mee bezig geweest. Om vervolgens 8 minuten lang door het vacuüm van de ruimte te vliegen om te botsen op via stikstof en zuurstofmoleculen in de lucht om dan uiteindelijk in een regendruppeltje een paar keer te reflecteren en dan uiteindelijk in onze ogen terecht te komen waar het zeg maar tegen ons netvlies komt, waar kegeltjes en zijn staafjes dat licht weer omzetten in elektriciteit zodat uiteindelijk je hersenen denken, hey, een regenboog. En als je dat verhaal daarachter begrijpt, dan denk ik dat uiteindelijk het leven een stukje spannender en leuker maakt. En of het nou met iets groots of iets kleins is, dat maakt niet uit. Maar uiteindelijk moet je op onderzoek gaan en dingen zelf uitzoeken. Kijk, ik denk dat verwondering is voornamelijk afvragen waarom iets op een bepaalde manier is. En er zit ook iets in verwondering dat je verbaasd bent dat iets op een bepaalde manier plaatsvindt. Dat zijn twee manieren waarop je verwondering volgens mij een beetje kunt zien. En het belangrijke daarvan is dat het betekent dat je doorhebt wanneer er iets verandert. Wanneer er iets anders is. Ja. Pas dan kun je dingen verbeteren. Maar dat begint dus altijd met verwonderen. Ja, en dus ook een soort nieuwsgierigheid naar de dingen die om je heen gebeuren. Dat is ook dan denk ik een soort dat verwonderen. Maar wat ik bij mezelf ook wel eens merk, dat ik juist door al die prikkels van Instagram en dat ik juist zoveel over me heen krijg. Ik vind het soms best wel lastig om, als ik niet in zo'n prachtig museum sta als dit, of bij een mooie voorstelling of bij mooie muziek, om me dan nog elke dag te blijven verwonderen. Kan ik me totaal voorstellen. Alleen ik denk wel dat als je weer een beetje, hoe zeg je dat, het soort teruggrijpt dat je zelf een beetje zelfbeschikkingsrecht over die verwondering hebt, dat je gewoon dat heel erg prettig is. En ik denk dat we met z'n allen dat het dus heel erg goed voor onszelf is, dat het lekker is, dat het evolutionair in ons zit om te verwonderen. Want daardoor zijn we freaking succesvolle diersoort geworden. Ik bedoel, als we gewoon ergens waren er lang, lang geleden een paar mensapen die dachten, hey, laten we eens over dingen nadenken. Laten we eens over de heuvel lopen. Laten we eens proberen te begrijpen waarom de ene plant dit doet. En hoe we vuur moeten maken. En hoe we een wiel kunnen uitvinden. En weet ik veel. Dat is natuurlijk, ik bedoel, het is een beetje chargerend met een knipoog gezegd. Maar het is natuurlijk wel het nadenken en het abstract ergens mee bezig zijn. En proberen te doorgronden wat ons tot een diersoort maakt die kunst, cultuur heeft weer voortgebracht. Allerlei prachtige uitvindingen. Ook een hoop narigheid, maar ook een hele hoop mooie dingen. Ook wel als je het vergelijkt met deze tijd. Er is nu natuurlijk ook wel heel veel uit te vinden, maar dat was zo het begin. Ben je niet ook dan toch een beetje jaloers dat je er niet bij was in die tijd, om dat allemaal echt dat begin van die wetenschap uit te zoeken? Ik denk dat waar ik het meest jaloers op ben uit die tijd, was dat je nog echt van die homo universalis onderzoekers had. En dat is eigenlijk een beetje aan het begin van de 20e eeuw is dat gestopt met bestaan van die wetenschappers die nog van alle facetten van de wetenschap nog iets wisten. Dus over de biologie, over diersoorten, over de natuurkunde, waar de krachten, hoe dingen werken, de begin van de scheikunde, sterren en planeten.
planeten. En nu is het allemaal zo ver de diepte ingegaan dat je eigenlijk enorm moet specialiseren. Ja. En daardoor verlies je een beetje die algemene kennis. En je kon hier net zoveel weten van fossielen als van de scheikunde van die tijd, als van de natuurkunde en met elektriciteit bezig zijn. En vooral dat algemene, ja, dat is toch wel mooi een beetje, dat je echt alles van de natuur nog kon proberen te doorgronden. Ah, ja, dat je inderdaad niet alleen bioloog bent van een bepaald gebied op de Atlantische Oceaanbodem. Exact, dat je precies weet over de stroming in bepaalde vissen van een bepaalde regio of één vis. Ja. Maar dat je gewoon nog echt een soort overview had. En dat zie je hier in deze ruimte ook heel erg. Je ziet allerlei fossielen, mineralen. Mensen die een Zwitser, waar we het nog wel over zullen hebben, die gewoon 15 mineralen ontdekt had en de Alpen opgemeten heeft en daardoor het toerisme en het alpinisme gestart is, zeg maar. En dat is denk ik het mooie van die tijd, dat kunst en wetenschap samen bedoeld waren voor alle mensen eigenlijk om het universum en je omgeving beter te doorgronden en aan te voelen en te begrijpen. En dat is denk ik waarom het Teylers Museum zo bijzonder is. Dus deze plek zelf was echt het laboratorium? Ja, het is eigenlijk een soort voorloper van een laboratorium. Dus in principe is daar nooit de bedoeling dat mensen komen die niet onderzoekers zijn. Maar de basis is uiteindelijk hetzelfde. Je probeert dus te ontdekken hoe de wereld werkt. Er waren allerlei dingen waar mensen dus heel erg verbijsterd over waren in die tijd. En een mooi voorbeeld misschien van iets wat hier dan, het type onderzoek wat hier dan onderzocht werd, is hoe kan het nou dat sommige dingen in brand vliegen en andere dingen niet. Waarom een metalen vork, kan je daar een lucifer bij houden zonder problemen, maar bij een houtblok niet? Nou, wat is dan anders aan hout dan aan metaal? Maar ook wel spannend om dat in deze houten zaal te gaan uitzoeken. zeker, maar daar hadden ze dus instrumentjes voor om dat inderdaad heel, heel verstandig te doen. Maar stel je nou voor dat je aan jou zou vragen van, en je weet helemaal niks van hout of van metaal. Wat zou dan aan hout anders zijn dan aan metaal? Ja. Dan ga je een beetje nadenken als wetenschapper. En kan je misschien wel voorstellen dat je dan zegt van, nou, misschien zit er in sommige materialen iets wat als je het aansteekt eruit komt en brandt. Ja. Dat noemden ze phlogiston. Dat was het idee dat ze dachten, dat is een soort onzichtbaar, reukloos, geurloos materiaal wat in brandbare dingen zit. En dat kan branden. Nou, dat was een beetje de heersende theorie in die tijd. En toen was er een Fransman, Antoine Lavoisier. En dat is de wordt ook wel de vader van de scheikunde genoemd. En die dacht op een gegeven moment van, nou, laat ik dat eens dan uitzoeken of dat zo is of niet. En toen had hij een heel erg mooi apparaat gemaakt, waarin hij bepaalde stoffen kon aansteken. En hij kon dan heel nauwkeurig wegen wat het gewicht was van de stoffen voor en nadat hij het aangestoken had. Mm-hmm. Dus wanneer het nog niet ontbrand was en wanneer het wel ontbrand was. En hoe zwaar de lucht woog waarin dat spul net in brand vloog. Oké, wacht even hoor, dit moet ik even... Snap ik. Dus ik steek iets aan. Ja. En wat hij merkte was dat hetgene wat hij aangestoken had, mm-hmm, dat was na het verbranden zwaarder geworden. En hij ontdekte dat de lucht waarin dat gebeurde, dat die lucht precies evenveel lichter was geworden. Aha. Oh, dus je verbrandt lucht. Nou, wat er gebeurt is, je haalt iets uit de lucht, was samengeklikt met dat brandbare spul en dat was de verbranding. En daarmee heeft hij zuurstof ontdekt. Zuurstof is hetgene wat aan een brandstof vastklikt bij een verbranding. Dat is een verbranding. Daarom heb je ook, als je iets blust, kan je dat doen door de zuurstof weg te halen. Want dan is niks meer onderaan vast te klikken. Ja. En daarmee heeft hij dus die hele phlogiston-theorie van dat er iets in zit en als magisch naar buiten komt, dat heeft hij dus weggehaald. Nou, daar moet je dus allemaal instrumentjes voor hebben die heel nauwkeurig dingen kunnen wegen. En dat is nou typisch het type instrument wat je hier ziet. Ah, oké.
Was die Lavoisier dan ook de persoon die dat hier heeft uitgevonden? Was dat echt hier? Ik denk niet dat Lavoisier dat hier heeft gedaan. Alleen het geeft denk ik wel aan dat degene die Teilhard zo'n belangrijke plek wist te maken voor onderzoek, daar moet ik misschien al wat over vertellen, die heette Martinus van Marum. En dat is de eerste museumdirecteur hier, die direct bij de opening zo'n 50 jaar zeg maar hier de baas was. En die heeft dit echt tot het grote, echt wel een wetenschappelijk belangrijk punt gemaakt, dat uiteindelijk had hij gesprek met dit soort mensen als Lavoisier, maar ook met hele andere rocksterren van de wetenschap, echt de helden uit het vakgebied. Dus die Lavoisier, dat is de stichter van de scheikunde zo ongeveer, maar had ook, en daar zullen we het in een andere uitzending ook nog wel over hebben, met een Franse paleontoloog, Georges Cuvier had hier een gesprek, en dat is echt de stichter van de paleontologie, en dus dat is degene die bedacht heeft dat dieren uit kunnen sterven. Dus hij zocht echt mensen op of hij ging ja, had daar contact mee. Hij had gewoon, hij wil. Dit was echt een centrum, een kenniscentrum, waar dus al dit soort uitvindingen geshowd werden, waar Nederlandse wetenschappers dus mee aan de gang konden gaan. Hij deed zelf allerlei onderzoek. Maar Van Marum praatte bijvoorbeeld ook met Goethe, want die had een prachtige verzameling mineralen. En praatte ook met Alessandro Volta, waar de politieke partij en de eenheid voor spanning naar vernoemd is, de Volt. Die is naar deze meneer vernoemd. Alessandro Volta is de uitvinding namelijk van de batterij. Ja, dat klinkt logisch. Ja. En de uitvinder van de batterij, daar was dus Van Marum mee aan het praten. Die zei van wat bijzonder, een zuil die elektriciteit kan opwekken. Ik ben ook met dat soort dingen bezig. Dus uiteindelijk was hij een soort spil in die tijd in een web van wetenschappers. En hij praatte gewoon met allerlei wetenschappers door heel Europa heen. En werd hier dus getoond, geshowd en uitgevoerd. Die elektriciteit, er gaat ondertussen een carillon spelen, dus dat hoort er allemaal bij hier. Maar die elektriciteit, dat is goed dat je dat even noemt, want dat is ook een heel belangrijk aspect van dit museum. Er staat hier namelijk een elektriseermachine, de grootste van de wereld. Zeker. Mij zegt dat niet direct iets. Nee, snap ik. Kijk, vroeger had je niet een stopcontact waar elektriciteit uitkwam. En je moet het zo voor je zien. De grootste wetenschappers van de 18e eeuw hadden net de eerste elektriciteitsdingen ontdekt. En waren aan het experimenteren. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? En zo'n elektriseermachine was een manier om elektrische vonken te maken. Om een beetje de eerste start van de elektriciteit te maken voordat je stopcontact contacten of batterijen had en zo. En dus het was heel belangrijk voor onderzoek om te begrijpen, hoe werkt dit eigenlijk? Dat nieuwe, gekke ding, die krachten die we elektriciteit noemen. Ja, en ze deden daar volgens mij ook best wel bijzondere onderzoeken mee. Bijvoorbeeld iets met geëlektrocuteerde alen en koeien, heb ik begrepen. Maar dat gaan we volgende week allemaal horen. Cliffhanger. Want Trinke, conservator, die gaat ons daar dan ook iets meer over vertellen. Want jij weet natuurlijk heel veel over dit museum. Maar er zijn gewoon mensen die er nog meer van af weten. Zij weet echt alles. Ja. Absoluut. Absoluut. En we gaan ook volgende week iets horen over jouw favoriete dingen uit deze zaal. Yes. Heb je daar misschien al een mini hint? Ja, we gaan naar grote hoogtes met de top van een berg. We gaan naar diepe dalen van pure armoede, van mensen die omkomen van de honger. Maar dat daar de directeur van het museum dan een oplossing voor heeft. En zo gaan we allerlei vette, mooie verhalen opspitten uit het Teilhard Museum. Te gek, ik ben benieuwd. Nou, dat was hem dan, de allereerste aflevering van Museum van de Verwondering. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het ons dan even weten, bijvoorbeeld via de socials van Teilhard. Of laat een recensie achter in de podcast-app. Volg de podcast via Spotify, Apple Podcast. Daar worden wij heel erg blij van. Tot de volgende keer!